Wouter, vandaag eigenlijk een prachtige tentoonstelling. Laat ons zeggen, de kop is eraf eigenlijk. Ja, dat is een belangrijk moment, hè. Ja. Heel hard naartoe geleefd en uiteindelijk is het nog een rustige eindsprint geweest. Maar het is fantastisch om de mensen nu te zien vertrekken en de audiogidsen te zien ophalen. Ja. Kan je even een korte schets geven wat de mensen allemaal gaan te zien krijgen? Het heet Grote mensen die je kende toen ik klein was. En het gaat over grote mensen die je kende toen ik klein was. Het is eigenlijk een herinneringsdorp dat mensen te zien krijgen. Dus uitvergrote beelden van indrukken die grote mensen op mij hebben gemaakt vroeger. En ik hoop dat het hen doet lachen en dat het hen ontroert. Bepaalde figuren die je volgde of is het een algemeen beeld van mensen? Er zitten heel verschillende figuren in. Mensen die heel uitgesproken karakters hadden. Er zitten dorpsfiguren in. Er zitten mensen waarvan ik twijfelde of dat ze misschien net niet zo slim waren of heel slim. Dat ze over geheime kennis beschikten. Het zijn allemaal mensen die ik als kind niet zo goed begreep of die een grote indruk hebben gemaakt. Het is niet zomaar een tentoonstelling, het is veel meer. Er zitten heel wat andere zaken ook in. Er zitten veel voorwerpen in die veel herinneringen gaan losmaken voor veel mensen, denk ik. Ik denk dorpse herinneringen, maar ik denk ook als je in een gemeenschap bent opgegroeid die nauw aan elkaar hangt, dat je het soort figuren zult herkennen. Ook als je in een woontoren in Brussel bent opgegroeid. Ja, technisch. Bijvoorbeeld, nu hebben we heel hard nagedacht over het dichtslaan van de autodeur. Echt waar klonk als een autodeur van een deusje voortje uit de jaren 80, of misschien toch eerder eentje van eind de jaren 70. Wij durven ons wel een keer verliezen in zulke zoektochten, tot ons beide vrouwen los van elkaar het woord scheiding in de mond nemen. En ik zag daarnet Eef en Marianne telefoonnummers uitwisselen, dus Ben, ik denk dat het de laatste keer is geweest dat we zo diep zijn kunnen. Het technische was ook heel belangrijk. Ja, we hebben zeer hard zitten monteren en de objecten die Exponanza en Attento samen hebben gemaakt zijn echt wonderlijk. Het is een wonderlijke wereld waarin dat je binnen gaat. Ik hoorde je daar juist dat details heel belangrijk zijn voor jou, een bepaald iets. In audio zijn details ontzettend belangrijk. Dat het echt het juiste geluid is, dat u helemaal naar die sfeer brengt. Ook dat het u niet verwart, is iets dat ik heel belangrijk vind. Maar ook wanneer muziek start, het ritme dat in muziek zit. Dus daarvoor zijn we in deze audiogids echt heel ver gegaan. Aan Wart om door te duwen, ook op de momenten dat ik bij gebrek aan visueel talent naar een 3D-uitwerking van een wild idee zat te kijken als een hond naar een zieke koe. En je zult zien als toegeving dat er wel een koe zit. We hebben nu even uit de tentoonstelling, audiovisuele tentoonstelling. Wat is uw eerste indruk? Goh, het is knap omdat je zelf voor een stuk terug naar je eigen jeugd gaat. Hè, en hoe dat je beleefd hebt, hoe dat grote mensen vroeger waren. De manier waarop dat Wouter dat brengt is heel sappig. En zeker als je een audiogids op het West-Vlaams zet, dan klinkt dat eigenlijk nog een beetje beter. Vind je ook dat de tentoonstelling ook de attributen die er staan duidelijker eigenlijk zijn, of een meerwaarde zijn? Oh ja, het geeft een beetje een, hoe moet ik dat zeggen, het maakt deel uit van de beleving eigenlijk. Hè. Als je hoort over het lingeriewinkelje en je ziet daar de grote onderbroeken hangen bij manier van spreken, hè, of de geinen, dat maakt het net iets beter. Details zijn eigenlijk wel belangrijk in zo'n tentoonstelling zelf ook. Kan je er jezelf ook in vinden, van jeugd tot uw leeftijd nu? Oh ja. Als je het snoepwagentje ziet staan, het oude ondergoed, de kapstok. Het zijn dingen die terugblikken eigenlijk naar je eigen jeugd.